vol tromgeroffel in afwachting van de spelers van Den Bosch en VVV. Een zonnige zaterdagmiddag in de Vliet. Ongeveer 4000 toeschouwers worden er verwacht voor deze wedstrijd. En een zonnebril, geen overbodige luxe. Het is goed toe. Rouwbanden bij Den Bosch in verband met het overlijden van Frans Suikerbuik. Voormalig penningmeester, secretaris, fan, sponsor. En ook deels aan de basis van de oprichting. Dit de opstelling van Den Bosch nogmaals. 4 posities anders ten opzichte van vorige week op bezoek bij Almere. Meest opvallende, Felida keert terug in de basis. Dit de formatie van VVV. In het basiselftal niet zo heel veel verrassingen en bijzondere namen. Dat ziet er nog wel aardig uit. Van Rooyen keert onder meer terug. Maar de bank, dat is eigenlijk het euvel van VVV. Daar zit Jong, Jonger, Jongst. En vrijwel allemaal zonder noemenswaardige ervaring in het eerste. VVV met nog een soortement van kans op de na-competitie. Den Bosch speelt voor je gevoel echt om des keizers baard. Slecht van start gegaan ook in de vierde periode. Terreinwinst voor de Venlowenaren. De laatste 3 keer wisten zij niet te winnen. Zwaar programma gehad. Volendam, toen nog koploper. Eindhoven en daarna Emmen, toen koploper. 0-0 tegen de Volendammers. 4-0 Ros van Eindhoven. 2-0 verloren van Emmen. Hier is de voorzet. Weggehaald voor de voeten van Venema. De Boer legt hem klaar. Maar niet voor El Azrak. Eerste vorm van opwinding voor het doel bij Den Bosch. Deze mensen zijn wel minder goed van huis gegaan. Hij wel. Uitstekend zelfs. Aan alles gedacht. Zo hoort voetbal te zijn. Ahanach. Kan hij nog wat moois verzorgen. Wat een prachtige paas. Maar er wordt gevlacht. Dat is eigenlijk een belediging voor die bal van Ahanach. Het duimpje terecht. Ik heb het vermoeden. Maar dat is mijn vermoeden slechts. Dat het geen buitenspel is. We kunnen dat helaas niet constateren. Strooien. Ahanach naar Leijten. In 1 keer raken. Felida, slim. Baas over de situatie. Ik zie nog een klein momentje van de klasse bij Kevin Felida. Eerste basisplaats voor hem sinds 21 januari. In de zomer wilde hij graag vertrekken. Toen wilde Den Bosch niet meewerken. Nu waren de rollen omgedraaid. Besloot het kamp Felida koppig te zijn. Slordig van de Winden. Omdat Schrooien hier niet perfect wordt bediend, kan Den Bosch het nog enigszins repareren. Maar lukt ze dat ook? Schrooien, korte hoek. In de handen bij Van der Steen. Toch weinig gebruik gemaakt van de geboden kans. Als deze bal van Venema perfect is, kan Schrooien rechtdoor naar doel. Nu moet hij de omweg nemen. Ben je altijd langer onderweg? Dan zijn er anderen op de plaats van bestemming aangekomen. Tegen Verijk aan. Ze moeten hem wel hebben, die scheidsrechter. Dat is knap gecontroleerd van Mulders. En welk vervolg geeft hij daaraan aan die prachtige aanname? Nou, doe het dan maar ook. Kon eigenlijk zo doorlopen tot de 16 meter. En waarom ook niet? Je moet toch een keer je eerste goal maken. Dan maar op deze lekkere zaterdagmiddag in de Vliet. Venema. Nu misschien Den Bosch in de omschakeling. Gelijk het zoeken naar Seintje. Kochling. Seintje doet dit wel goed. Ahanach. Nu geven op Leijten. Die heeft alle ruimte. Dat heeft de Ahanach gezien. Leijten aannemen. Net iets te veel onder zijn lichaam gehouden eigenlijk. Te goed aangenomen. Hij had een metertje van zijn voeten af moeten vallen. Dan had hij kunnen uithalen. Venema. Zo! Schiet iedereen wakker. Opwindend moment. Opwindende momenten. Voor beide doelen. Een streep van Venema. En dit deed Ahanach goed. Kijkt, ziet, bedient. En
komt net niet goed uit met zijn aanname. Dat is ook kwaliteit dat op dat moment ontbrak bij Ryan Leijten. Hier is hij weer, Leijten. Als één ploeg op basis van inzet en plan een doelpunt verdient, dan is het Den Bosch. Ah, nog. Nou, Verhoek krullen. Door het midden krullen. En dan kan de doelman er een handje tegenaan krijgen. Net op tijd terug van het terras, al die mensen. Want nu wordt het leuk na een half uur. Zo wil je hem hebben als Ahanach zijnde. Ineens opbinding in de vlier in drievoud. Dit ziet er leuk uit. De combinatie tussen Douglas, Maguire en Ahanach. Leijten, nu ligt die bal wel lekker. Raakt hij hem niet goed. Wel uithalen. Het voorbereidende werk ook heerlijk. Juist de keuze gemaakt door Douglas. Die bal komt lekker met een stuitje. Iets te veel van de zijkant van zijn schoen. Om maar te onderstrepen dat Den Bosch in ieder geval nog aspiratie toont om tot een goede kans te komen middels combinatievoetbal. Daar twee jeugdteams van Den Bosch, de onder 21 en de onder 18. Zij spoeden zich alvast naar de gracht en naar de hoek waar ze zo meteen in de rust het veld gaan betreden. Het ene team kampioen, het andere team gepromoveerd in de najaarscompetitie. Dus een huldiging op zaterdagmiddag in de Vliert. Dit is Mulders. Mulders in de korte hoek. Het net trilt. Den Bosch komt dichterbij. Maar gescoord heeft Den Bosch nog niet. Seintje had die bal ook graag willen hebben. Meende er nog beter voor te staan dan Mulders. Die zag echter alleen zijn eigen kans schoon. Niek Munsters maakt zijn debuut voor VVV. Die deze zomer zijn kuitbeen brak bij een oefenwedstrijd in Duitsland tegen Stralen. Nu dus zijn moment. Zo'n beetje het hoogtepunt van deze wedstrijd te noemen vanuit de VVV-perspectief. En dan gaat Simon Jansen erbij zitten. Ja, er was al wat onzekerheid over zijn meedoen. Sloeg de afsluitende partijen over gisteren op de laatste training in Venlo. Want die hamstring vertoonde al wat te kuren. En dan lijkt het me logisch dat er gewisseld moet gaan worden. En hij maakt zich gereed. Ian Hussein Ngobi uit Gennep, die tegen Helmond Sport debuteerde. En nu mag hij zich dus 40 minuten tonen. Prachtige crosspaas. Tot bij Seintje. Goed voor het doel. Muller, ja, waarom niet gewoon met het hoofd? Je bent 1,94 meter. Dan moet je een soort paardensprong uitvoeren om die bal te kunnen voleren. Zo simpel kan het zijn. Eén crosspaas. Bal klaarleggen door Seintje. Volgeven. Een beetje bukken. Zag er makkelijker uit. Ahanach. Openen naar Seintje. Die ballen komen vrijwel altijd aan. Seintje. Ahanach. Een keer een mislukte bal. Vangt zelf de bal weer op. Mulders. Ontwijkt daar heel handig Johansson. Mulders. Dit lijkt me wel een uitgestoken arm. In een wat onnatuurlijke positie. Dat vinden ze bij Den Bosch natuurlijk ook. Ja, die arm hangt daar van het lichaam af. Dit is gewoon een strafschop. Een geel voor de gier. Ja, die kaart heeft hij al eerder gehad. Omdat hij zo uit zijn stekker ging vanwege het niet geven van de penalty. Moet zich inhouden, neemt maar afstand. Vijfde gele kaart al van het seizoen. Volgende pijngeval bij VVV. Sam Dirks is erbij gaan zitten. Ja, nu wordt het een beetje het verhaal van wie blijft er überhaupt nog over. Ja, hier zit niemand meer op de bank. Prachtig. Treffend in beeld gebracht. De zorgen bij VVV. Als Dirks in ieder geval niet verder kan. Lange trap van Van Krooi. Daar staat De Boer behoorlijk vrij. De Boer stiften of in de korte hoek pegelen. Opportunistisch een lange bal aannemen. Schieten Kees De Boer. Dicht bij een totaal onverdiende openingstreffer.
Van der Winden. Afvallende bal voor Maguire. Vol op de pantoffel, maar gesmoord. En dus weer geen treffen voor Den Bosch. Geen tijd. Raakt hem op zich wel aardig. Maar Dirks voorkomt werk voor Van Krooi. Ahanach. Nu dan wel. En Van Krooi op zijn post naar die kopbal van Müller. Daar was Den Bosch wel echt gevaarlijk. En moest die doelman zich nu ook tot het uiterste strekken. Driemaal scheepsrecht. Nee, nog niet. Velida. Chaos. Wie kan eruit halen? Nog een keer Velida. Over. Weer last van het hoofd. Dirks. Ja, dan moet je toch ook als scheidsrechter en als staf ingrijpen. Dit kost je geen extra wissel. Veiligheid voor alles. Volgende wissel staat klaar. Nee, u ziet niet dubbel. Dit is Joep Munsters. Tweelingbroer van Niek. Het is voor mij te hopen dat ze niet naast elkaar gaan lopen en dat ik hun rugnummer niet kan zien. Verslagen van de teams uit het linkerrijtje. Die staan vrij onderin het linkerrijtje. Munsters. Venema. Het zal toch niet dat VVV nog toeslaat. Dat voorkomt Van der Steen. Een treurende Venema. Die had hier de term gestolen overwinning een compleet nieuwe dimensie kunnen geven. Den Bosch VVV eindigt in 0-0. Den Bosch zal daar het meest de pest in hebben. Zij voetbalden goed, zij kregen kansen en hadden een penalty in mijn ogen moeten krijgen. Vanuit Venlo's perspectief gebeurde er vrijwel niets positiefs. Ja, ze hebben de nul gehouden. Maar echt goed was het niet wat VVV liet zien. En dat is een understatement.